Circular Plastics Factory heeft als doel uitvalstromen om te zetten naar nieuwe hoogwaardige kunststofproducten. En hiervoor hebben we eigenlijk alle processen in huis, van het inzamelen van kunststoffen tot het mechanisch recyclen, het compounderen en het uiteindelijke eindproduct maken. De aanleiding van een octrooionderzoek te doen bij ons was dat ik een productontwikkelingsproces had wat in de beginfase zat. En daarin wil je eigenlijk weten welke producten al reeds op de markt zijn en wie je concurrenten zijn en wat ook de uitvindingen zijn daarvan. Toen ik dat octrooionderzoek wilde starten, werd ik er door een octrooigemachtigde op gewezen dat Octrooicentrum Nederland daarin kon ondersteunen. Wij hebben deze klant geholpen door een zoekadvies uit te brengen. Dat helpt de klant om te zoeken in ESPASnet, dat is de Europese octrooidatabank waar 99% van alle wereldwijde octrooien in staan. Het proces van het zoeken naar octrooien ging eigenlijk best goed, vooral naar de tip om te zoeken op klassificatiecodes. Ja, het zoeken in een octrooidatabank is niet heel makkelijk, dat gaat niet met trefwoorden, maar dan ga je echt kijken naar klassificaties, want octrooien zijn ingedeeld in verschillende klassen. En wij helpen je zoeken bij de juiste klassen, waardoor je makkelijker de juiste octrooien vindt. De WBNZO biedt financiële voordelen wanneer je zelf een product of productiespres ontwikkelt. De tijd die je dan steekt in het bestuderen van de octrooiliteratuur om deze ontwikkeling te realiseren, mag je ook opvoeren in de WBNZO. De informatie die ik uit de octrooidatabank heb kunnen halen, dat was voornamelijk in eerste instantie gericht op het zoeken naar de octrooien van de belangrijkste concurrenten. Die heb ik ook gevonden. Ik heb ook meerdere concurrenten daarnaast nog gevonden. En dat is heel goed om te weten, om een compleet beeld van de markt te krijgen, maar ook om te dienen als inspiratie. Deze klant is door octrooigemachtigde naar ons doorgestuurd om vast een idee te krijgen van wat bestaat er al in octrooidatabanken. Wij doen dus een voorlichting over de databank en wat er al bestaat, zodat de communicatie tussen de octrooigemachtigde en de klant veel makkelijker wordt. En op deze manier vullen wij elkaar aan.